Joe. Versta je een beetje Nederlands, Bastel? What? I don't speak any Dutch. This is the Nash officer, right? So we're here to catch some fish and to drink a beer, of course, eh? Definitely the beer. Lekker, lekker, lekker. Mooi vies. Bakken, bakken, bak, bakken. Oh, no. Is it off? You know why? Now I tell you why. Woohoo! Ja, perfect. Yes, dames en heren, een hele goede oktoberochtend. Oeh, als ik naar buiten kijk, dan zie ik regen. Ik zie keihard bewegende bomen en ik zie mensen die buiten lopen en denken, wat doe ik hier? Ik moet hier zo snel mogelijk weg. Ik ben hier in Huize Hofman en je raadt het al, ik ben hier niet alleen. Onze maat en ik, we gaan iets heel moois doen. We zijn, ja, we gaan vissen. We zijn, in 2016 zijn we bij onze vrienden in Engeland geweest. Wie waren dat ook alweer? Ja, Kevin Nash en Adam Blair. Yes, en dat gaan we nu nog een keertje doen. En dat is eigenlijk om een best wel bijzondere reden. Nou, we zijn uitgenodigd voor een feestje, want Eurobanks is het laatste jaar geweest. En ze hebben een groot afsluitfeest en we zijn gewoon uitgenodigd, jongens. Ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Maar we gaan het natuurlijk combineren met een vissersietje. Ja. Dus spullen liggen in de auto. Ja, het is eindje rijden. We gaan de Eurotunnel. Alles staat vast onderweg, dus hopelijk zijn we op tijd daar. Ja, en komen we daar nog wel binnen met die Brexit? Dat is ook nog een vraag. Klopt ook. En als het, ja, als het niet zo kan, dan gaan we gewoon lekker naar Frankrijk. We hebben een korte tijd. Het is nu vrijdagochtend. We hebben tot maandagmiddag. Dus het wordt weer een spoedoperatie om een vis te vangen. Maar het doel is eigenlijk heel eenvoudig. Een goede tijd hebben in Engeland. En daarnaast allebei een karper vangen. Mooie Engelse karper. Wat heb jij daar nou weer voor gif? Ja, dit is lekker, dames en heren. Een wortelbroodje. Nee, frikandellenbroodje. Maar die is van gisteren, of eergisteren? Die is van gisteren. En vanaf maandagmiddag ga ik weer gezond doen. Oh. Meneer Hofman, normaal gesproken als ik hier zo in de deur kijk, dan zie ik een pak stroopwafels. Nee. Nee, even geen stroopwafels? Achterin liggen. Oh, gelukkig. Maar vertel eens even, hoe lang moeten we nog rijden? En 2,5 uur. Ja, 2,5 uur, en dan zijn we bij de tunnel. Oh. Top, dankjewel. Ja, we hoeven niet per se te gaan vissen. Jongens, dit is wel heel bijzonder. Buiten omdat mijn baard enorm gegroeid is. De zon schijnt. Zo, dat zou je niet verwachten als je richting Engeland gaat. Oh, zal ik mijn ding even uitzetten? Hij valt helemaal uit elkaar. Verstopt door dat haar van je, dat gras. Netjes. Dat is ongelooflijk. Ja, kentekentje, hè? Your book departure. 10 voor half 1, jongens. Fantastisch. Had je niet een kaartje moeten hebben of zo? Het lijkt me logisch dat je iets uit de muur daar moet trekken. Welkom. Welkom. Ah. We mogen weer eruit. Fantastisch. Best snelle actie, hè? Ja, je bent in 3 uurtjes ben je bij de tunnel ingang en dan stap je in deze trein. Ja, je hebt niet eens het idee dat het een trein is. En 3 kwartier later ben je er al, dus het is nog 2 uurtjes rijden naar de Nash Lake. Zijn we er bijna? Nog 1 uur en 7 minuten. Oef. En we zaten net dan toch even terug te denken aan de vorige keer dat we hier waren. Toch een aantal mooie momenten meegemaakt. Je had een hele mooie, ja, bijna volschup. Ik ook een soort van volschup. En ja, als ik aan jou vraag, wat was nou het mooiste moment? Ja, dat was toch die laatste ochtend, hè? Legendarisch. Klopt, jongens. We hadden eigenlijk bijna alle spullen al opgeruimd. En wat er toen gebeurde, dat was dus dit. Heb je hem al gezien? Ja. Wat is het? Op de deadline, jongens. Was die hengel bij het eiland? Ja, ja. Kan je hem zelf scheppen? Tuurlijk. Go. Oh ja, het is die topvis. Wat? Het is de biggest. Biggest in de week? Ja? Nou. Are you fucking serious? 100%. Nee joh, dat ben je niet! Ah! Ah! Jongen! Yes! Fucking 50! Gary! Oh! I have exactly 24 kilos. So it says it's 50, 52, 53. Whoa!
Thank nice, you, thank man. You. All right. Let's take some more.